Hallo leuke mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Dit is de eerste video die ik opneem nadat ik bevallen ben. Welkom thuis, Olivia. Hey, ja, kijk eens naar Gini, wat we mee hebben genomen. Ja, nou, dat is schrikken. Ik zet er eventjes op de grond. Huh? Zet er even op de grond. Kijk eens, Nagini, wat dat is. Ja. Ze komt niet. Nee. Ze loopt wel een beetje te kijken. Ja. Nou, ik denk niet dat Nagini niet naartoe gaat. Kom eens. Kom eens kijken wat we hebben. Nagini, kom eens. Ik pak ze wel even. Nou, dat is een mooi kind, hè? Oh, Nagini. Kijk dan. Nagini. Er zit een baby in, Nagini. Kijk dan. Jezus. Die deken misschien er even afhalen. Nee, ze is weg. Maar Olivia ligt er wel schattig bij. Ja. Mooi versierd. Ik denk door mijn ouders en Anne. Het zijn vlaggetjes die Anne gemaakt heeft. Dat weet ik bijna zeker. En? Goed? Mm-hmm. Dit is mijn buik trouwens. Ik heb nog wel een beetje buik. Dat had ik nog niet gefilmd, denk ik. Het is nu... Oh, eigenlijk is het alweer een nieuwe week. Nee, morgen is een week oud. Ja. Dus we gaan oefenen met het draagdoen. Je bent vlog een beetje blind, hè? Het is een beetje ongemakkelijk. Bij het adem van de trap. Okay, nou, we gaan het proberen. Ja. Deze komt voor je buik langs. Zo? Ja, of onder je borst. Ja, onder mijn borst. Kijk. Wat is deze? Het lijkt me een gordijn. Nou, hij is ook echt lang. Hij is echt lang, ja. Nou, hij komt wel een beetje op de grond, maar ik heb gisteren nog een stofzuiger. Ja, dat is niet erg. Het huis is nog nooit schoon geweest, dus. Nee. Nou, dan kwam deze over je slouwen. En dan moet hem even mooi recht. Even mijn filmpje. Filmpje erbij. Ja. Oh ja. En dan deze. Even een beetje recht. Jij moet misschien, goed opletten. Misschien ja. Kunnen we oefenen met Nagini erin. Ze kijkt wel alsof ze het goed vindt nu op het moment. Zo, nu daarheen. En zit dat op de rug kruislinks? Ja, nu al wel. Ja, precies. Dit is op zich nog te doen. Ja. Zo. Zit hij al lekker? Mm-hmm. Misschien nog maar eventjes vast doen. Zit dat niet in de weg? Zo, tot hier zijn we. Ja. Ik ook even filmen hoe Olivia erbij ligt. Mag. Die ligt in komen. Ja, ziet er precies zo uit. Oh, hij mag aangetrokken worden. Deze kant. Allebei er tussendoor. Mm-hmm. Dank je. Zo. Het is niet, nu klinkt het wel makkelijk. Wat zeg je? Het ziet er op zich makkelijk uit. Nu is het nog niet moeilijk. Nee, gewoon alle stappen volgen. Mm-hmm. Maar kijk, dat ging zo. Dan moet zij deze ervoor langs. En dan deze, die kant op. Ja. Dus deze gaat er overheen. Hier daarheen. En dan denk ik achter. En dan denk ik achter aan die knoop. Ja. Oké. Ja.
Waar moeten de benen in dan? Ja, die komen straks dus hier. Oh. Dus het zit echt hoog. Kijk, dit zit zo. Zit het een beetje netjes? Ja, want te veel gedraaid en zo. Nee, volgens mij niet. Deze. Hier komt hij in. Hier. En die benen zitten hangen. En dan doe je dit zo eroverheen. Volgens mij. Zit hij zo strak genoeg? Ja. Of te strak? Nee. Je hebt een stuk hier over aan de achterkant. En dan gewoon een mooi strik in. Pakketje verzoest. Oh ja, deze mag naar beneden. Ja, en dan trek je uiteindelijk dat met dat labeltje, die trek je overheen, hè? Ja. Goeie accent heeft het filmpje ook. Ja. Ik heb van Lindsay gekregen dat filmpje. Hier kan ze erin. Oh ja. Ja, nou, ze kan erin. Ja, wil je erin hangen? Mhm. Dat moet je wel proberen. Eigenlijk. Als jij haar gewoon aanpakt en er over je heen gooit, dan kan ik haar beentjes wel een beetje. Want deze been wil staan. Ik bedoel dat hij als eerste zou gaan. Zoek hoor. Gaat het zo voor jou? Ja. Dan moet ze buiten en dan komt hier de kontje in. Zoek waar die zit. Misschien iets te strak. Nee, dat is beter dan. Ja, anders dan zit ze te los. Dit beentje moet er niet in. Nee, want die komt aan die andere. Je hebt hier veel te grote trui voor Amelie. Ja. Strakke kleren is makkelijk. Even kijken hoe de armpjes zo zitten. Of dat die ook zo blijven dat die erin gaan. Dan kan een andere hoedje er ook in. Even doorspoelen. Kijkt ze een beetje vrolijk? Nee. Nee? Oh, ze doen het armpje er ook bij in. Dus die mag er ook nog bij. Ze kijkt niet vrolijk. Terwijl ik dacht, dat vindt ze leuk. Ja, lieverd. Ja. Nou, dan kan de andere been erin. Een trui, weet je. Ja, dat is een beetje dik. Ja. Eens kijken, op zoek naar... Even wikken en wegen. Ja, waar is je been nou? En dan kun je deze uiteindelijk overheen trekken. Zo. En nou zit ze erin. Ah, oh, het is net een kangaroo. Nou, het is gelukt. Wat is twee bulten? Een dromedaris of een kameel? Wat zeg je? Wat heeft twee bulten? Een dromedaris of een kameel? Een kameel. Een kameel. Ja. Ook al ben je moe, doe de kampen. Oh, schattig. Het is heel fijn. Fatsoenlijk aangekleed vandaag, want wij gaan op pad. Mijn vader en ik hebben een uitnodiging van Red Bull Talent Kitchen. Wij gaan lekker uit eten met Red Bull en ik ga jullie meenemen. En dit is dus ook de eerste keer dat ik zonder Olivia op pad ga, dus het is heel spannend. Mijn moeder is er om op Olivia te passen, maar Nikki komt ook zo thuis van werk, dus we zijn met z'n tweeën. Ze is nu vandaag precies 2 weken oud. Ik heb melk achtergelaten. Ik heb mijn koffieapparaat meegenomen. Dus we gaan het eens eventjes meemaken. Of ik het moeilijk vind of niet. Ja, dat weet ik nu al. Ik ga het wel moeilijk vinden. Maar we gaan in ieder geval richting de hoek van Holland is het ongeveer. Naaldwijk heette het geloof ik. Naaldwijk toch? Naaldwijk. Naaldwijk. Het is een eindrijden. Dus we gaan op pad. We staan in de file
En we hadden het eigenlijk zo gepland dat we ruim op tijd waren, zodat ik nog even in de auto kon golven op de parkeerplaats. Maar omdat we in de file staan, moet ik nu golven. Dus ik heb de golfapparaat aangesloten, maar ik heb hem wel verstoppeld hoor, want dan ga ik niet filmen natuurlijk. En nu zit ik gewoon te golven terwijl we aan het rijden zijn. Ja, alles is een eerste keer. En het werkt wel, dus dat is goed. Een soort magier met drankjes. Wat hij gaat doen is eigenlijk elke